Goedemorgen. Hallo allemaal. Wij zijn dit weekend aan het kamperen op de farm. En ik dacht, het is misschien wel leuk om even te laten zien waar we staan en hoe we dat doen. Achter mij de schapenschuur en de kippen zitten daarin. We lopen nu ook lekker rond, want die mogen om 1 uur naar buiten. Als ze een ei hebben gelegd, mogen ze buiten rondscharrelen. Nou, wij hebben onze tent naast de composthoop gezet. Naast de composthoop. Niet omdat we dat zo lekker vinden ruiken, maar omdat het eigenlijk de enige echt goede schaduwboom is. Het is een mangoboom. Daar zien we natuurlijk heel erg naar uit dat hij in februari mango's gaat geven. Maar nu is het heerlijk voor de schaduw, want het is best alweer warm. Geen elektriciteit hier. Dus solarlampjes liggen op te laden. En voor ons warme water heb ik een zak gevuld met water. Daar liggen we op te warmen. Ik ben heel benieuwd of dat vanavond warm genoeg is om te kunnen douchen. En we hebben wel de luxe van een kraan. Dus dat is erg prettig. Kunnen we niet drinken, moeten we eerst filteren. Daar zijn we ook hard mee bezig op het moment. Wat ben jij aan het doen, David? Steen laten maken. Ja, een kleine beeldhouwer in spe. Luc is ook mee. Luc, vind je het leuk? Luc leert veel beter om niet achter kippen aan te gaan, hè Luc? Dat vind ik nog wel een beetje moeilijk. Dat is zijn favoriete eten. De twee nachtjes die we hier gaan verblijven is eigenlijk een beetje een test, hè Jan? Waarvoor? Een grote trip. We gaan binnenkort op vakantie. Naar Zwolle. En dat is in de bush voor 2 weken. Eerste lange vakantie in lange tijd. Moeten we wel weten wat we mee moeten nemen en wat niet. Ja. Nu is het ook tijd om te kijken hoe lang het me heeft geduurd om deze tent op te zetten. Want ik ben nu klaar. 19 minuten en 29 seconden. Nou, nog ruimte voor verbetering in ieder geval. Dit is mijn afdeling. Ik noem het de keuken. En de voorstoelen gebruiken we als kledingkast. Handdoeken, sokken, luiers. Hier zijn de warme vesten. Zo goed georganiseerd. Ja, Roos. Echt, je bent echt zo'n gestructureerde vrouw. Nou, dan zal deze georganiseerde, gestructureerde vrouw ook even de binnenkant van de tent laten zien. Dat is ook natuurlijk wel heel leuk om te zien voor mensen die dat nog nooit gezien hebben. We gaan hier naar binnen. En hier leggen we dan 3 matrasjes neer. En hier zullen de kinderen dan slapen. En als je deze ladder omhoog gaat, kom je in het heilige der heiligen. Oh, het is echt heel donker. Maar alles kan open hier. Dat heb ik nu ook gedaan. Dit is het dak. Overal horegaas uiteraard. En dit zijn de zijkanten. Oh, ik heb echt zin in een nep zo. Heerlijk. Vind je het leuk? Ja, basilicum, koriander, tomaatjes, sla, wortels, eggplant, ik weet niet wat het in Nederland is. Gaan we zien. We kunnen hier gewoon leven, joh. Superleuk. Neem je nog een beetje salade? Salade, een eigen farm. Nou, goedemorgen. Het is 6 uur. Wij voelen ons zoals we eruit zien. Nu is 6 uur niet het probleem. Met slapen, hè? Wat is dan het probleem? Ja, die nacht, joh. Hey, en de vlammen zijn er. Oh yes, het vuurtje van gisteravond. We hebben allemaal één lucifer meegenomen. Of be, Roos. Goed, heel fijn dat het vuurtje brandt. We kunnen ons opwarmen, want man, het is het koud. Het was zo koud in de nacht. En ook, er waren ook een schrikbarende hoeveelheid halen in de omgeving. Ja, die dus echt niet bij de dageraad gingen kraaien, maar echt midden in de nacht.
Ik heb niet heel veel geslapen. Jij dan? Heb jij nog een beetje kunnen slapen? Nee. Nu ben ik me aan het filmen. Nee, ik heb niet geslapen. We filmen later verder. Goed, na een enerverende nacht, waarin Roos en ik amper hebben geslapen, zijn we op een heerlijke wandeling gegaan. Dachten we. Maar het is uiteindelijk een rondje rond de farm geworden. De kids waren zo moe, dat ze de hele tijd aan het zeuren waren. Maar goed, nu zijn ze lekker aan het spelen. Hier is je Ella. Wat ben jij aan het doen, Jelle? Aan het zand zeven. Kijk, zand zeven. Eens even kijken of we de andere kunnen vinden. Nou, hier heb ik mijn echtgenote gevonden. Vond je het een leuke wandeling? Ja, een beetje anders dan verwacht, schat. Ja. Hé, hey, Eloise, wat ben je aan het doen? Ik ben even iedereen aan het interviewen. Wie ga je water geven? Luc. Oké, dat is jouw klusje. Ja. Alright. David, wat ben jij aan het doen? Niks. Alright. Nou, en dat was het hele gezin van vieren na de wandeling. Pannenkoeken bakken op een rocketstoof met maiskolven. Kost dus iedere keer 3 maiskolven die ik in mijn vuurtje gooi per pannenkoek. En dan kan ik gewoon lekker pannenkoeken bakken in de natuur. Nou, onze tweede dag kamperen zit erop. En het was al eventjes erg warm. En de kinderen waren best wel een beetje verveeld. Maar verveling leidt vaak tot iets nieuws en iets creatiefs. En deze keer ook. Want er waren 3 kinderen van Jelle's leeftijd uit de buurt gekomen. En Jelle vond het eerst een beetje spannend. Maar ze heeft daar angst over gewonnen. En ze heeft de hele middag met die kinderen verder gespeeld. Dus dat is ontzettend leuk. Want zoals jullie weten willen wij hier gaan wonen. En dan laten we natuurlijk vriendjes en vriendinnetjes in de stad achter. Dus het feit dat ze dan nu hier al bekende buurkinderen heeft. Dat doet de moeder hart goed. Ja, en rustig maar. Treasures. Het heeft 2 kanten, het verhaal. Soms is het heel erg leuk en soms is het... Meestal heb ik eigenlijk 1 dag per week dat ik het even niet zie zitten. Of het heel langzaam gaat dan? Ja, het gaat echt het is echt een lang traject waar we in zitten. Het is niet zomaar gerealiseerd. Ja, en dat ervaar ik zelf ook wel een beetje, dat doorbijten, zeg maar. Het is niet heel spannend en leuk iedere dag. Nee. Het is gewoon, we hebben een visie. Maar die is voorlopig natuurlijk nog niet compleet en zichtbaar. Ja, ik vind het eigenlijk ook wel heel erg exciting, af en toe. Ja, want we hebben misschien al een beetje wat van gepost, maar ons huis dat we gaan bouwen, daar zit nu wel een beetje schot in. Eindelijk. Ja. Als het goed is, wonen we er voor het eind van het jaar. Ja, dus we zijn van de week grote ladingen zand en grind bezorgd. En de week daarvoor hebben we met de aannemer... Gebabbeld. Zijn we hier geweest en het plan is zeg maar definitief gemaakt. Ja. Roland, mijn zwager, onze zwager, die heeft het huis getekend. Dat is echt wel heel erg leuk ook en daar zijn we echt heel dankbaar voor. Ja, en als het huis hier staat is ook gewoon super in de zin van dan kunnen we, zitten we veel meer erbovenop. We kunnen gaan werken aan het houden van paarden bijvoorbeeld. Dat is gewoon onmogelijk als we er niet zelf zijn. En als we er zelf wonen, dan kunnen we de paarden kopen. Roos kan die gaan trainen. En dan over een jaar, zeg maar een jaar nadat we hier wonen. Misschien ben ik te visionair, maar dan zijn de paarden goed getraind. En dan kunnen we ook daadwerkelijk de eerste cliënten laten komen. Dus dat zou wel heel gaaf zijn. Ja, dat zou echt heel gaaf zijn. Een zeefje. Een zeefje. Vind je mooi? Ja, mama.
is gebroken. Ja, dat geldt voor alles wat hier ligt. Dit is het voormalige huis van Mr. Austin. En dat heeft hij vorige week verlaten. En er is inderdaad een en ander achtergebleven, wat voor de kinderen nu een ware treasure hunt is. Dit is dag 3. Dag 3 van onze kampeertrip. Hoe was de nacht? Ja, een stuk beter. Ik denk dat ik zeker 3 uur heb geslapen. Nou, ik wel 5 uur, dus het gaat... Er zit een zwarte veeg op je neus, zie je dat? Okay. Nee, dat ziet er wel mooi uit. Okay. Maar na lekker koffie gedronken te hebben en ontbeten, zijn we hier aan de slag gegaan in het huisje van Austin, wat je achter ons ziet. En de kinderen die zijn lekker gaan schoonmaken. David is ons glas, ja, wat zal ik het noemen? Raper. Onze glasraper. Zo'n voorliefde voor glas. Overal waar we komen vindt hij glas. En hij snijdt zichzelf nooit. Het is echt ongelooflijk, maar de kleinste en de grootste glasstukken die pakt hij op. En dat... Maar nooit snijdt hij zichzelf. Dat is wel... Dus we laten het maar. Dat zal zijn gave dan wel zijn, hè? Precies, ja. En wij zijn in het huis gaan bidden. Om het ook deze plek echt te claimen voor God. En terug te geven aan God. Voor zover het niet van God was. We realiseerden ons ook dat we... Ondanks dat we in deze... We zitten echt in een doorbijtfase. En we moeten nu onze tanden op elkaar doen. En gewoon doorgaan. Maar dat er een heel groot verschil is of we dat, hoe we dat doen. Met ons hoofd naar beneden of dat we met opgeheven hoofd en God voor zijn voorziening bedanken en daarin wandelen. En dat is ook wat we van ons vandaag realiseren. Dat we echt in zijn voorziening mogen wandelen en dat we ook willen doen. En we zien het op veel gebieden zien we het ook. Dat God voor ons uitgaat, dat hij werken heeft voorbereid. En daar mogen wij gewoon in wandelen. Gewoon stappen zetten. Ik denk de afgelopen weken was gewoon een beetje zwaarmoedig in die zin. Gewoon dat doorbijten dus niet zo heel... we moesten het doen, maar dat vertrouwen ontbrak denk ik een beetje. Mm-hmm. Gewoon dat we vooral wel zagen wat wij moesten doen en hoe langzaam alles gaat. Yeah. Dus dat was een goede reminder. Dus we gaan er nu voor deze week. En ik zou zeggen tot de volgende keer. Alrighty. Doei.